Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video, want dit is namelijk best wel een speciale video. Want ik ga jullie namelijk iets heel belangrijks vertellen, wat ik krijg. Ja, misschien raad je het al als ik zeg van dat ik iets krijg. Ja, ik ga het zo vertellen, maar ik ga het niet meteen vertellen. Ik ga, ja, niet meteen zeggen van ik krijg een PvP. Ja, dat ga ik niet zeggen. Nee. Dat ga ik niet meteen zeggen. Nee. Dus ik ga eerst het. Ja. Ik krijg een. Ja. De letter. De voorletter is een P. Eindletter een D. Ik ga er heel veel video's mee opnemen. Het is mijn lievelings PD. Van de manege. Ja, jullie weten het al, want ik heb manege gezegd. Van de manege. Nou, ik krijg namelijk een paard. Misschien, want ja, hij is te koop, omdat hij niet genoeg beweging krijgt. En, ja, oh, hij krijgt weer iets met zijn benen, als hij niet genoeg beweging krijgt. En ik en een ander meisje, die hebben, ja, die denken van, ja, wij willen het paard, wij zijn bijna de enige die niet bang zijn voor Mel. Die, ja, zo heet die, want... ja, veel mensen op de manege zijn bang voor het paard. En wij zijn een van de enigen die er niet bang voor zijn. En die ja, hem wel beweging willen geven. En wij mogen hem dus hebben. Ja, als mijn moeder het niet te duur vindt, de stalling. Want gelukkig kunnen we de stalling samen betalen. Anders zou mijn moeder het echt niet doen. Maar dat wordt echt heel tof. Ik hoop, ik krijg maandag de uitslag. Oh, ik hem echt mag. Als het te duur is, dan niet. En dat is dan jammer. En als het wel kan, dan ben ik heel blij. Nu ben ik wel heel blij. Ik hoop namelijk dat het kan. Nou ja, dat weten jullie wel. Ja, ik wil gewoon heel graag een eigen paard. Dat snappen jullie, denk ik. Maar ja, ik ben even naar Star Stable. Gaan we weer over praten. We gaan ons Steve-race doen. Ja, jullie weten natuurlijk niet hoe Melk eruit ziet. Ik heb hier mijn mobiel. Fijn dat ik mijn webcam aan heb. Ik zal even wat foto's van hem laten zien. Het kan wel dat jullie het niet goed kunnen zien. Maar het is een Buckskin paard. Hier, ik zal jullie eerst even dit laten zien. Is het bewijs dat hij te koop staat? Nou, en hierop staat, we zoeken... voor onze lieve pony Melk een nieuwe lieve baas. Melk is toch meer geschikt om bereden te worden door één of twee ruiters. Melk kan geleased of gekocht worden. Mocht u interesse hebben, neemt u contact op met ja, nog wat. En ja, dit is Melk. Ik laat zo nog wat foto's zien hoor. Dit. Ja, ik laat nog wat foto's zien. Dit is trouwens mijn mobiel. Ja, dit is een filmpje dat ik op Meadow krijg. Ik zal hem ook even laten zien. Ja, dat is dus één filmpje. Nou, er zijn drie filmpjes. Ik zal jullie zo de andere laten zien. Ik maak even deze race af. En dan laat ik hem zien. Ik heb nog genoeg tijd. We hebben nog 5 minuten. Ja. Kun je hier zien met Bennekam.
Ik kan maar 10 minuten opnemen, maar ik ga Benny Ken betaald kopen. Oh, fuck. Maar ja, dat ga ik gewoon doen. Ja, ik laat jullie zo nog een filmpje zien. Als jullie het goed kunnen zien, want straks zijn nog wat foto's zien. Hé, ja. Dat doe ik gewoon. En ja. Dit ben ik ook op Maddox. Wacht, dit zie ik wel. Ja, ik zie deze film. Ik heet nou het trouwens al niet, als jullie dat nog niet wisten. Ik ben, ja, ik zit op deze pony hier. Die Buckskin en ik heb blauw kleren aan. En de Buckskin is eigenlijk een halflinger. Ja, niet een halflinger, maar ja, de kleur van een halflinger, maar dan met zwarte haren. Niet met witte haren. Nou, ja, dat filmpje ook. Dat is bijna afgelopen. Er is nog één filmpje. Kijk of het niet te lang doet. Oh, 33 seconden. Ik zou hem even opnieuw doen voor jullie. Ja. Ja, als jullie het nog niet wisten, Maddox is nogal een snel paard. Dit ben ik met Maddox. Ja, mijn moeder heeft een foto gemaakt, natuurlijk. Er is nog een foto van Maddox en ik. Wacht even, ik kijk even hoeveel foto's van Maddox ik heb. Oh, niet even. Deze dus. Dit is, ja, even Maddox dat ik hem snoepjes geef. Oh, wat weer. Ik doe het nu even op altijd. Doet hij zo. Oké. Nou. Knuffelen. Knuffelen mis. Ja, heel raar. maar ja, dat is gewoon raar. En dit is nog een foto. En nog een foto. En wacht. Dus. En ja, dan heb je. Oh ja, die foto heb ik al laten zien eigenlijk. Die ben ik ook met Maddox. Dit is Maddox alleen. En dit is. Ja, goed. Dus weer iets anders. Ik ga even kijken of Fabienne online is, want wij gingen samen een muziekvideo maken. Ik kan jullie alvast wel het eerste stukje laten zien, maar dan zonder geluid, ja. Want ik heb het geluid niet aan nu. Ja, heel cool. Maar ik denk jongens dat ik de video ga stoppen. Want ja, zoals jullie zien, 20 seconden. Ik ga hier nog even 20 seconden van maken. Nu inmiddels nog 15 seconden. Oké, ik ga aftellen. 10, 9, 8, 7, oké. Ik zeg wel eens doei. Doei, ja, 2, 3, 2.
2, 1, doei.